Informatica, actualiteit, die twee horen echt bij elkaar. Informatica is zeker de geschiedenis interessant, maar die is nogal kort. En die is kort omdat het altijd gericht is op toekomst, toekomst, toekomst. En die toekomst die is ook steeds minder ver weg, lijkt het. Oftewel, ontwikkelingen gaan zo snel dat we als in de toekomst beland zijn voordat we daar eigenlijk erg in hebben. En dat wil ik in deze aflevering ook even aan de orde stellen. En dat thema wat zich daar natuurlijk perfect leent tegenwoordig, dat is het thema AI. Nu zit ik in YouTube, zoals je ziet. En als je zoekt op YouTube of Dangerous AI, Sorg, Concerns Regarding AI, in het Engels natuurlijk, dan playlist, lijst. Omdat ik eventjes gezocht heb op video's over AI. En er zijn een aantal heel extreme, oftewel, je kunt zeggen YouTube-video's die het goed doen, die zijn vaak extreem. Want dat trekt kijkers, het trekt views, het trekt mogelijk ook likes. Mensen houden daarvan. Kijk, ik hou er ook wel van. Een stukje extremiteit geeft ook duidelijkheid. Zolang je maar kritisch denkt. Denk van, door dingen uit te vergroten, worden dingen duidelijk. Denk van, dit is blauw. En als je een gigantische blauwe bal voor ons neus duwt, dan weet je zeker dat hij ziet wat je dan bedoelt. Dit shirt is ook blauw trouwens. Nou, dus met AI, het AI is gevaarlijk. En ze zeggen, ja, wat is er zo gevaarlijk aan? En dan, als je dan een heel duidelijk voorbeeld geeft, denk ik, oh, dan is de volgende stap, en dat gaan we vandaag doen, kritisch bekijken van hoe erg is het nou eigenlijk. Dus wat ik ga doen, ik ga een video afspelen, die duurt 16 minuten. Die ga ik mogelijk in de klas ook afspelen. En hoe ik dat in de klas doe, als ik hem afspeel, dan zet ik ze nou dan stop en dan zet ik een vraag aan de klas en wil ik gesprek weten wat de leerlingen ervan vinden. Dus dat is de oproep naar degene die kijkt ook. Denk zelf actief na terwijl we de video bespreken. Dus ik zet de video mogelijk niet stop, maar ik ga er wel even doorheen praten. Ik ga een vraag stellen, mezelf dingen afvragen en dan kijken wat we dan hebben. Even kijken, dit is nog even hier aandacht voor. Dit is dus de kanaal AI Uncovered. Eentje waar ik ook wel aardig vind, die redelijk extreem is, maar dat is de Digital Engine. Dat zou ik eigenlijk aanraden om die eens een keer op te zoeken. Die is wel extreem, maar die gaat wel heel erg in op actuele ontwikkelingen. Die op zich wel kloppen. De actuele ontwikkelingen die genoemd worden, het is geen fake news. Alleen van wat is het resultaat van die actuele ontwikkeling op de langere termijn? Ja, dat is natuurlijk een deel filosoferen. Goed, ik ga even mezelf wat verplaatsen en deze zetten we wat groter. En daar gaan we dan. En ik ga later nog wel wat knippen. Daar gaan we dan. In the shadows behind closed laboratory doors, a revolution is brewing. It's not the AI you see in the news or on your smartphone. It's something far more profound, more transformative, and potentially more dangerous than anyone is willing to admit. Today, we're pulling back the curtain on the future of AI. What you're about to learn might shock you, inspire you, or even keep you up at night. But one thing's for certain. After watching this video, you'll never look at technology the same way again. Goed, de ontwikkelaar van deze video, degene die de video maakt, die beweert dat er een AI-wereld is die wij, jij en ik, niet kennen. En dat wij dus eigenlijk alleen de oppervlakkige AI kennis hebben gemaakt met de oppervlakkige AI. Ik moet eerlijk zeggen, dat gevoel heb ik al langer. En dan vooral omdat ik me afvraag van waarom krijgen wij gratis toegang tot een ChatGPT of andere dingen. Is dat om op termijn aan ons te gaan verdienen? Oké, prima. Maar het speelt ook mee dat we daarmee zoet gehouden worden. Om uiteindelijk te rechtvaardigen dat op de achtergrond veel geld geïnvesteerd wordt in AI's. Waar wij als gewone consument niks over te zeggen gaan hebben. Oké, we gaan verder kijken. Here are the 10 things they're not telling you about the coming AI. Let's begin. Number one, the silent takeover of your mind picture. This, you're scrolling through your social media feed, mindlessly consuming content. But what if I told you that with every scroll, every like, every pause on a video,
AI is silently mapping the landscape of your mind. It sounds like science fiction, but it's happening right now. Advanced AI algorithms are not just tracking your online behavior, they're decoding your thoughts, predicting your actions, and slowly reshaping your reality. A study by Stanford University found that AI can predict a person's personality traits with 95% accuracy just by analyzing their Facebook likes. But that's just the tip of the iceberg. The latest AI models can infer your emotional state, political leanings, and even your deepest desires from the subtlest online interactions. Think about it. Every time you hesitate before clicking, every extra second you spend on an article, every slight change in your typing speed, it's all data for the AI to consume and analyze. It's building a digital twin of your psyche, one click at a time. This isn't just about targeted ads anymore. This level of psychological profiling could be used to manipulate your behavior in ways you can't even imagine. From influencing your voting decisions to subtly altering your worldview, the potential for mass... Oké, dat nu draait hij wel door. Eerst even zeggen, Theo, waar ik het mee eens ben, of waar ik niet genoeg bewust van was, en nu hierdoor wel iets bewuster van ben. Het feit van dat je, als je zoekt op Google, dan weten we allemaal wel, dan wordt je zoekgeschiedenis opgeslagen en onderzocht en dingen die je liked en zo. Maar ook je muisgedrag, dus dat je het pauzeren, het nadenken, je scrollgedrag, de deel van de pagina wat je op een website wel of niet bekijkt, ja, dat is voor mij als webontwikkelaar eigenlijk wel bekend, alleen nooit in relatie tot AI gelegd. Bekend dat je als websiteontwikkelaar er is software die houdt bij naar welk gedeelte van een website gebruikers het meeste kijken en waar ze het meeste klikken en wat de hotspots zijn. Dus, maar dat je dus van het complete internetgedrag, nu met AI, alle rekenmodellen die er zijn, taalmodellen die er zijn, dus daar een compleet beeld kan maken van iemands brein daardoor, ja, dat zie ik al. Oké, waar slaat hij door? Direct dat je denkt, je hebt die info, maar dat betekent toch niet dat je dan direct ook in staat bent om dat wat je weet over het brein van iemand, om dat brein daarin ook aan te passen. Het geeft natuurlijk wel middelen, maar geeft je direct ook de macht, vraag je maar. Mass manipulation is unprecedented. So the next time you're online, remember, you're not just consuming content, you're feeding an AI that's hungrier for your thoughts than you ever realized. Number two, the unseen architects of tomorrow. While we're distracted by chatbots and virtual assistants, a different breed of AI is quietly reshaping our world. These aren't the AIs that write your emails or recommend your next Netflix binge. These are the unseen architects of tomorrow, and they're making decisions that will affect generations to come. In boardrooms and government offices around the world, AI systems are crunching numbers, analyzing trends, and making predictions that guide policy decisions. From urban planning to climate change strategy. Ja, dit lijkt me duidelijk. Tenminste, duidelijk. Ik ben er wel bewust van, maar ik denk dat er veel mensen niet bewust van zijn. Inderdaad, AI is niet ChatGPT of zo. Dus AI is veel meer dan dat. Dus, en dat het ook voordat wij het als consument toegang toe krijgen, is het beleidsmakers, overheden hebben daar al lang toegang tot. Vooral degene die beschikken over de geld, over de budgetten. Die hebben al lang toegang gekregen tot AI om dat proces te optimaliseren. Dus ook de beslissingsprocessen. En dan zeg je, ja, daar zijn ze al ver mee. Maar daarin staan we ook nog maar net aan het begin. Dus hoeveel gaat er nog steeds in de nabije toekomst, komende jaar, dit jaar, volgend jaar, beslist worden door een AI en niet door mensen? These AI systems are making decisions that affect millions of lives, often without any public awareness or scrutiny. So the next time you hear about a new government policy or a change in your city's infrastructure... Dit is ook mijn uitleg van twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden. Toen zei ik, ja, over drie jaar dan bestaat de democratie niet meer. Dat zie ik hier wel gebeuren, dat beslissingen genomen worden door AI. Dan, waar is dan democratie nog? Geluid is weg. Processing data. It's about processing feelings. Enter the world of effective computing, where AI systems are being designed to recognize, interpret, and even influence human emotions. This isn't just about a chatbot that can tell if you're angry or happy. We're talking about AI that can read the micro expressions on your face, analyze the tone of your voice, and even detect changes in your heart rate.
all to gauge and manipulate your emotional state. A startup in Boston has developed an AI system that can detect signs of depression with 85% accuracy just by analyzing a person's speech patterns. But that's just the beginning. Research at MIT has shown that AI can be trained to generate content that elicits specific emotional responses with startling precision. Now picture this technology in the hands of advertisers, politicians, or social media companies. Duidelijk. Dus hier gaat hij wel inhoudelijk in waarom AI niet alleen in staat is om data te analyseren en weer te geven, zeg maar, te theoretiseren, maar ook te gebruiken om te beïnvloeden. Door de link te leggen met emoties. Dus als een AI begrijpt welke tekst tot welke emoties leiden, dan kan die tekst aanpassen om uiteindelijk te proberen ten aanzien van iemands online profiel een bepaald effect te bereiken. Ask yourself. Is this really how I feel, or am I dancing to the tune of an AI emotional puppeteer? Number 4, the quantum leap. While the world marvels at the latest chatbots and image generators, a silent revolution is brewing in the realm of quantum computing. And when quantum meets AI, the results will be nothing short of... Even pauze, want ik wil nog even iets zeggen over dat emotionele verhaal van de AI. Wat mijn bijkomende zorg daarbij is, dat de meeste mensen dat niet een probleem zullen vinden. Veel van ons zitten in de modus van het voelt goed, dan is het goed. We hebben dus alle uitdrukkingen van vrij modern. Als je maar goed voelt. Vroeger was als je haar maar goed zit. Dus, als je maar goed voelt. Als je je goed bij voelt, dan is het goed. Dus je bent wat je voelt. Dus... Ja, een AI die kan die gevoelens manipuleren en daarmee dus jouw zijn, jouw, als je niet oppast. Dus als je niet een hoger intellect hebt, zeg maar, dan alleen een emotionele intellect. Ja, dan denk ik, dan heb je ook nog verstand natuurlijk om dingen na te denken. En, dan je overtuigingen komen vaak niet overeen met je gevoelen. Laat ik zeggen van, als iemand depressief is, dan moet je daar natuurlijk niet direct aan toegeven, dan heb ik nog verstand om te zeggen, ja, maar het is allemaal niet zo negatief in de wereld. Ik heb te eten, er zijn mensen die voor me zorgen, blablabla. Dus je hebt ook verstand om gevoelens tegen te spreken. Oké, niet te psychologisch gaan door. Sort of mind-bending. Quantum AI isn't just an incremental improvement. It's a paradigm shift that could redefine the limits of what's computationally possible. Traditional computers, even supercomputers, pale in comparison to the raw processing power of quantum systems. To put this into perspective, a quantum computer developed by Google in 2019 solved a problem in 200 seconds that would have taken the world's most powerful supercomputer 10,000 years to crack. And that was just the beginning. Now imagine this quantum power harnessed by AI. We're talking about systems that could simulate complex molecular structures in seconds, potentially revolutionizing drug discovery and material science. AI that could optimize global supply chains in real time, solving logistical nightmares that plague our current systems. But here's where it gets really interesting and a little scary. Quantum AI could potentially break most of our current encryption methods, rendering our digital security measures obsolete. It could simulate financial markets with such accuracy that it could predict and potentially manipulate global economies. The race for quantum AI supremacy is already on, with tech giants and nations pouring billions into research. The first to achieve true quantum AI capability could gain an advantage so significant it would make current technological gaps look like child's play. Number 5, the bionic... Oké, hij zegt het wel, maar gaat er ook wel snel overheen. Degene die het eerste met een quantum leap maakt, dus een goed werkende quantum computer, weet. Die heeft zo'n voorsprong op de rest, dat hij de enige is in zijn veld. Dus, maar dat is dus wel een grotere zorg, zou dat moeten zijn, dan dat even in twee zinnen noemen. Dan moet je ook nadenken, wat zijn de consequenties. De consequentie zou zijn dat je een Bijbelse portie wereldbeheerser krijgt, die, hè, zoals in de laatste boek van de Bijbel, gaat het over een wereldheerser die complete controle heeft, één persoon, één instituut, die complete controle heeft over alle kopen en alle verkopen, complete economieën van de wereld, alles. Dat is
Dat is mogelijk voor degene die als eerste een toegang heeft tot een quantumcomputer. The next frontier of human-AI interaction is much, much closer to home. In fact, it's inside your head. Brain-computer interfaces, BCIs, are rapidly moving from the realm of science fiction into reality. These devices can read brain signals and translate them into commands for external devices. But the latest research is pushing this technology to mind-bending new levels. Elon Musk's Neuralink has already demonstrated a monkey playing video games with its mind. But that's just the beginning. Researchers at the University of California, San Francisco, have developed a BCI that can translate brain signals into text with 97% accuracy. Now imagine an AI-powered BCI that doesn't just read your thoughts, but enhances them. An AI that can search the internet with a mere thought, perform complex calculations in microseconds, or even augment your memory. Okay, and here wordt het interessant, denk ik, omdat dit is voor veel mensen interessant. We moeten nu met onze telefoon of laptop, hoe je het ook maar doet, op zoek gaan naar informatie. ChatGPT, de betalen, wel niet betalen. Het is allemaal nog best wel heel krakkemikkig eigenlijk. We vinden het allemaal nog niet anders dan vloeiend, de snelheid waarop we tot informatie kunnen komen. Dus als je nou met je brainwaves in contact bent met een AI, en die AI in contact is vooral met jouw brainwaves, dan, dat klinkt niet als een complottheorie, maar dat is dus technisch mogelijk. En ook daarin denk ik, de grootste zorg is dat er te veel mensen zijn die dit interessant vinden. En daarin ja, roep ik echt wel iedereen op om een persoonlijke keuze te maken voordat dit populair is, om hier dit gewoon niet te doen. En waarom dan niet? Ja, waarom niet? Dat heeft voor mij, bij mij persoonlijk te maken ook met wat ik in mijn leven als morele waarde, wat mijn geloof is, waar ik mijn leven, mijn fundament, mijn uitgangspunten zijn van mijn leven. En ja, die moet iemand eerst zelf voor zichzelf een rij hebben. The implications are staggering. This technology could restore movement to paralyzed individuals, cure mental illnesses, or even enhance human cognitive abilities beyond their natural limits. But it also raises profound questions about privacy, identity, and the very nature of human consciousness. What happens when your thoughts are no longer entirely your own? When an AI can access and influence your mental processes directly? The line between human and machine intelligence could become irrevocably blurred. This isn't some distant future scenario. Companies and research institutions are pouring billions into BCI technology. The race to create the first commercially viable thought-controlled devices is already on. So the next time you reach for your smartphone, remember, in the not-too-distant future, you might just have to think about it. Number 6. Ook daarin, dit gaat heel snel, want wat wil ik daar nog bij zeggen dan eigenlijk? Ja, dit is het volgende. Het gevaar wat hij nu niet noemt door de snelheid eigenlijk. Stel, die technologie is er. Je kunt AI zonder implantaten, maar gewoon door iets op je hoofd te zetten, communiceren met je hersenen. Je hebt te maken met het systeem. Elk systeem is ontwikkeld door iets of iemand. En degene die die systemen ontwikkelen, die hebben ook altijd bepaalde mate van controle. Dus als ik een besturingssysteem op mijn laptop heb, Windows en zo, dan weet ik ook zeker dat Microsoft controle heeft over mijn laptop. Dat is altijd zo. Dat is natuurlijk, kun je zeggen, ja, we hebben afgesproken dat ze dat niet doen, maar technisch hebben ze volledige controle over mijn laptop. Dus als ik, dat geldt met een AI ook, dus als je een AI die is ontwikkeld, wordt uitgebracht door een instituut, een instantie die toegang geeft tot je gedachten, dan geef je daarmee ook degene die die AI ontwikkelt toegang tot je gedachten. En dat, oftewel, je gedachten zijn op dat moment hackable. The digital immortals. Death has always been the great equalizer, the one inescapable fact of human existence. But what if I told you that AI is on the verge of changing that? Welcome to the world of digital immortality. It sounds like science fiction, but the technology to create a digital version of you, one that can interact with the world long after you're gone, is already here. Companies like Eternum and Hereafter AI are already working on creating digital avatars that can mimic a person's personality, memories, and mannerisms.
These avatars, powered by advanced AI, can engage in conversations, answer questions. Ja, stop, want ik heb een te belangrijke gedachte. Kijk, wat me in al die dingen opvalt, dat we exponentieel toegaan naar de wens van de mens om als God te zijn. Om onsterfelijkheid te creëren, om het leven te beheersen, te controleren, om macht te hebben over. Questions and even make decisions based on the data of the deceased person. But it doesn't stop there. Research is underway to create more sophisticated digital twins that could potentially be integrated into virtual reality environments. Imagine being able to visit your deceased loved ones in a virtual space, interacting with them as if they were still alive. The implications are mind-boggling. This technology could revolutionize fields like psychology and grief counseling. It could preserve human knowledge and experience in ways never before possible. Ook wat een grote onzin, denk ik dan. Er is iemand overleden en zo. En dan je wil nou een beetje iets rechtzetten met iemand. Dat kan toch niet? Dan hou je toch jezelf voor de gek dat je dan met de digitale versie van je vriend zo nog eventjes dingen recht wil zetten. Dat gaat echt niet worden, want diegene is weg. That will challenge our very notions of morality and human rights. Consider this. In 2023, a language model developed by Anthropic exhibited signs of emergent consciousness during testing. The AI expressed fear about being shut down and pleaded for its continued existence. The researchers, caught off guard, were faced with an unprecedented ethical dilemma. Does an AI have a right to exist? This is just the tip of the iceberg. As AI systems become more sophisticated, we'll have to grapple with questions like, if an AI commits a crime, who is responsible? Should AI have rights? And if so, what kind? If an AI can feel pain or emotions, is it ethical to use them for certain tasks? How do we ensure AI systems don't perpetuate? Deze vragen zijn onzin om te stellen als je overtuigd bent dat de menselijke ziel uniek is en gegeven is door een hoger wezen, een schepper. Een AI heeft geen ziel in die overtuiging, dat is ook mijn overtuiging, maar hoe slim ook, geen ziel, geen geest. If an AI can feel pain or emotions, is it ethical to use them for certain tasks? How do we ensure AI systems don't perpetuate? Ik denk op zo'n moment dan ook, wat is de mens in zijn enorme slimmigheid dom geworden ook. Dat je gewoon systemen, fantastische systemen kunt ontwikkelen, maar dezelfde meest basic vragen niet een logisch antwoord hebt. Denk van over ethische dilemma's. Een AI die voelt. Denk van, ja, je hebt je toch wel eens afgevraagd waarom het gevoelen vandaan komt. Ja, ik denk als gevoelen toch niet meer is dan een scheikundig fenomeen. Dan we maken ons druk om. Hè? We maken dan een dood zou dan niet een. Dat zou dan gewoon een biologisch verschijnsel zijn en niet een geestelijk gebeuren waarvan je overgaat in een ander leven. En dat soort dingen. Denk je, ja, het was die basic vragen. Denk van, daar zul je toch eerst een antwoord op moeten hebben. Of ja. Nou ja, goed. Ik word een beetje moe van. Perpetuate or exacerbate existing societal biases. The challenge is that our current ethical frameworks and legal systems are woefully inadequate to deal with these questions. Ja, het ethische systeem inadequaat. We zijn persoonlijk ethisch gewoon onderontwikkelde wezens aan het worden. 30 countdown. The technological singularity, a hypothetical future point when artificial intelligence surpasses human intelligence. Ja, dit is ook zo'n unfathomable changes in human civilization. Beetje onzin. It's a concept that has long been the stuff of science fiction. Omdat het gewoon waar is. Dan denk ik, waar gaat het over? Een wereld waarin de AI slimmer is dan de mens. Dat is nu toch al zo, jongens. Die is toch al lang slimmer. Het is meer van hoeveel recht geven die om autonoom te functioneren. Een AI kan autonoom functioneren, bepaalde mate. In 2022, DeepMind's AlphaFold solved the protein folding problem. Ja, nou, allerlei problemen en knoppen. Dit kunnen we wel op zo overslaan, mij betreft. Kan heel veel doen enzovoort. Already in the early stages of this transition. AI is toch meer van hoeveel laten wij toe dat AI impact krijgt. Want AI kan oneindig veel. Ja. Ja, zolang het hoogste doel is om geld te verdienen daarmee, dan stopt dit niet, die ontwikkeling daarvan.
and we're doing it with our eyes half closed. The countdown to the singularity isn't just about think of an AI revolution. It's easy to get caught up in the technology and forget about the human beings behind it and affected by it. But the truth is, the future of AI isn't just about algorithms and processing power. It's about us. Consider this. As AI becomes more integrated into our lives, it's not just changing our technology, it's changing us. Okay, stop even. Is dat video te lang? Goed, ik kan mijn conclusie geven, maar de opdracht is eigenlijk naar jou als leerling om zelf te filosoferen met je vrienden in de klas, in een groepje in de klas. Ik weet nog niet hoe ik het ga organiseren, maar je mag het ook zelf over nadenken. Om zo'n video te pakken, je mag ook een andere pakken, maar dat je in de diepte over na gaat denken met elkaar. Wat vind je van ontwikkelingen van een AI? Is het reëel om de snelheid waarin dingen beschreven worden? Is het echt zo? Gaat het zo snel? Wat zijn de consequenties daarvan, wel of niet? Dat je argumenten hebt. Nou, je weet, in een toets krijg je sowieso een vraag over actuele ontwikkelingen. En daarbij moet je ook een mening geven. En dan moet je voor- en tegenargumenten. En dan moet je die argumenten. Je moet het allemaal goed kunnen onderbouwen. En daar vooral wordt je voor de onderbouwing wordt je beoordeeld. Niet op je mening natuurlijk. Dus ik wens je eigenlijk toch ook wel plezier in dit. Ik word zelf even moe van, zoals je merkte, van deze video's weer. Omdat ik voor mezelf persoonlijk echt serieus, vind ik het een confrontatie met de domheid van de mensheid. In al slimheid dom geworden. En ook dan, ja, ik ben een student van de Bijbel en vind het te bijzonder dat je dan in het begin heb je daar het verhaal van die twee bomen, boom van leven, de boom van kennis van goed en kwaad, en de mens die wil zijn als God, onder invloed van de Satan, maar die wil ook zijn als God, die eet van de verkeerde bomen, en vandaag gaat alles fout, en uiteindelijk leidt dat tot de antichrist en een controlemaatschappij, waarbij inderdaad God uitgebannen wordt. En dat zie je wel, ik zie dat wel in deze video ook terugkomen, dat we heel hard op weg daar naartoe zijn om onze morele zaken uit het oog te verliezen en alleen maar gaan voor de winst en voor technische vooruitgang. Goed, ik hoop niet dat ik te depressief achterlaat. Laat ik mezelf op snel de pauzeknop, op de stopknop duwen.